Goedendag iedereen op deze 3 november 2021. Ik ben hier te Vogelwaarde in de provincie Zeeland. U kunt even genieten van deze prachtige ochtendbeelden. Het is momenteel 8 uur in de ochtend. Zo, ik nader de locatie van de provinciale weg, dus hier Rapenburg, met verbinding de N290. Dus nog even verder. Dus de provinciale weg, verbinding linkerkant naar Hulst 8 kilometer en rechterkant richting Terneuzen 13. Je hebt ook een beeld van de prachtige polders hier rechtdoor. Ook de mogelijkheid met de fiets richting Hulst of de richting van Axel. Dan meer bepaald rechtdoor en naar rechts. Ik ga hier eerst nog een beeld geven op de provinciale weg. Zo'n pracht van een beeld hier, dus de richting van Hulst. Je ziet wel in de tegenrichting, voor Terneuzen is er meestal wel meer verkeer. Hier mooi het rondpunt in beeld. En dus dit hier de richting van Terneuzen. Dus je hebt Zaamslag na 5 kilometer en dan verder Terneuzen. Ook nog wat omgevingsbeelden. Dus hier terug de kant van de polders. Mooie natuurgebieden met de fiets. Ik kan kilometers fietsen zonder hinder van voertuigen. Dat is ook de reden dat men dan veel wielertoerisme ziet in het weekend, sportclubs. Zit langs dergelijke polderroutes, ga je dus met de fiets. En bijzonder aangenaam. Natuurlijk, in de vroege ochtend of de avond heb je geen verlichting. Dan ben je wel even verplicht de provinciale weg te gebruiken. Daar heb je wat verlichting van de wagens. Maar anders is het best leuk langs deze routes. Hier is er ook een vliegroute, meer bepaald, de richting van de luchthaven van Eindhoven.
prachtige beelden hier. Ja, er zijn ook wel momenten dat de mist op een bepaalde hoogte is, feitelijk, dat je even naar boven kan vliegen, dat je zou zeggen van je bent boven de wolken, hè, voor prachtige shots te maken. Ja, maar ook dit hier opnieuw, richting van Vogelwaarde, hè, Vogelwaarde onder de mist, onder die sfeer. Het is wel een pracht van een beeld. Je hoort hier wel de voertuigen van de provinciale weg. Het is ook wel iets drukker momenteel. Het is ook wel nog iets later. De drukte gaat wel terug afnemen. Dat men terug het advies gegeven heeft van thuis zijn taken te doen. Is er dan automatisch ook wel terug minder verkeer. Prachtige beelden vlakbij Vogelwaarde, dus al de zone van Vogelwaarde, maar nog even de vrije natuur hier. Even draaien hier, ziet echt prachtig, hè? De omgeving, de sfeer. En terug een zicht hierop, Vogelwaarde, dorp. Dus hier met de Bossenstraat, het eindpunt van Vogelwaarde. Dus aan de linkerkant zegt het is 2 kilometer in breedte. En dan terug de rechterkant. En dan moet je terug via de verbindingsroute naar de provinciale weg. Dus dat is 1,5 kilometer van deze kant en de andere kant 2 kilometer. En hier heb je in Vogelvlucht Hulst. Ik zal het even zo richten. Dus feitelijk als je hier rechtdoor zou gaan vliegen, dan spreek je wel van minder kilometers in Vogelvlucht. Ik denk 6,5 kilometer. Dan ben je in Hulst. Zo, ik ga mijn landing inzetten. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze mooie natuurbeelden op deze 3 november 2021.
Deze video is meer gericht op het natuur, op de omgeving. Zo, beste mensen, tot de volgende, tot nieuwe dronevluchten.